Time is barely on our side. Now I'm finally right here with you. Ah, goedavond. Yo, hey man. Ik zag dat we samen stonden. Ja. Klaar ervoor? Het wordt een leuke avond. Man. Ik hoop het. Veel te doen, denk ik. Wie weet. Goedenavond. Goedemiddag, heren. Middag. Goedenavond. Het is avond, joh. Ah, joh, die Daan. Laat hem gaan. Ja. Hé, hey, ik kan je nog steeds horen. Snel binnen. Kom. Nou, even omkleden. Ja, kom maar. Zo, helemaal klaar ervoor. Ja, let's go. Ik zal ons inmelden. Ah, wacht even, mijn schoen zit fout. Oh. Nou, ik meld ons vast in. Yo, 0504, hè? Ja. Meldkamer 504 over. Je hebt bericht? Ja, 504 op luisteren voor de nachtdienst over. Ja, verdomme. Ik heb gelijk een melding voor u. Geluidsoverlast op de Pennsylvania straat 5. U mag prio 2 te plaatsen over. Ja, dat begrepen gaan we doen. Nou, dat gaat wat beloven als het nu al... Dat gaat lekker snel, ja. Eens kijken. Er is waarschijnlijk zo'n gozer weer lekker muziek aan het draaien. Ja, dat is een bekend adres bij ons, hè. Ik ben er laatst al 2 keer geweest, dus die gaan we meteen bekeuren. Die weet het. Ja. Ja, rij jij of rij ik? Rij maar, joh. Je hebt de sleutel, toch? Ja. Top. De eerste beste, hè? Yes. Waar was het ook weer? Pennsylvania straat, nummer 5. Dat is bij die ene... Die Nick. Die achterwijken daar, toch? Ja. Maar dat was die Nick. Die ken je wel. Daar zijn we echt al 5 keer geweest of zo. Oei, oei, oei. Die gozer leert ook nooit, hè? Nee. Dus meteen bekeuren. Ja. Goed met die handel. Even zien. Links, rechts, veilig. Let's go. Yes. En we hadden we nog op luisteren deze nacht. Nog 1-1 net, hè? Dat was, Ja, nou ja, volgens mij nog 3 man. Alleen, er is daar een van een koppel. Mm, oh ja. Dat is de 5-3 geloof ik. Ja, zoiets. Iedereen met een of andere 20 nog wat. Oh, dat kan ik geen idee. Zullen we vast nog wel tegenkomen vannacht? Ja, ik hoop het wel, ja. Het zou wel gezellig zijn. Wanneer heb jij die gozer nog voor het laatst gezien? Ja, ik denk dat dat vorige week is geweest. Toen hebben we hem nog een apparatuur in beslag genomen. Wegens dezelfde reden? Ja, geluidsoverlast. Keiharde muziek. Nee. Dus, en hij riep nog, volgende week heb ik het weer. En je ziet het. Dat was overigens overdag, maar moet je nagaan hoe hard het toen klonk, tot we het overdag in beslag hebben genomen. Dat was gewoon niet meer normaal. Ja, dat is een beetje buitengewoon, ja. Nou, we gaan kijken. Misschien is het wel een valse melding, je weet maar nooit. Ja, misschien is het ook een beetje buren plagen, hè. Dat ze nu bij al het geluid al bellen. Ja. Wat een gekje hiervoor. Wat doet hij allemaal? Ik weet het niet. Hij rijdt wel erg langzaam, hè? Ja. Kun je daar best over die parallel weg gaan en dan rechtsaf? Ja. Ik had vorige week had ik nog een dienst, hé. Moest we staan en die gozer was echt ladderzat. Niet normaal. En de nacht of overdag? Ja, gewoon midden in de nacht liep hij over straat, hé. Wat gek, joh. Dat zijn de leukste, hè? Ja, dat wilde lachen. Blijf wel lekker lang rood, hè? Ja, typisch, hè. Ja. Ik had het wel eerder mogen zeggen. Kun je hier het beste even parallel gaan rijden? Oh. Oei, we pakken hier. Ja, dan pakken we hem hier, joh. Ik had het wel gezien. Een beetje slecht aangegeven als ik heel eerlijk ben. Ja, dat is altijd hier rechts, hè? Ja. Lijkt ook wel de beste straat uitgekozen, vind ik. Ja, dus niet. Je moet er geen ruzie maken. Nee. Dat is zeker niet. Dan schudt er ook nog eentje voorbij. Was dat die wel net zo langzaam rijdt? Nee? Ja, daar reed een zakje die niet voorbij scheuren. Dat was geloof ik die wel net zo langzaam reed. Leek wel. Nee, die reed een veel dikkere auto. Ah. Zo'n musselcar. Even kijken hoor. Dan is het hier is... Het al. Oh ja, oh ja, zeker. Raampjes niet eens open. Ja, 2 auto's voor de deur.
denk dat hij thuis is. Maar daar houdt er wel even aan, hè? Ja, is goed. Ik zal het woord doen. Yep. Als je ons hoort. Ja, wat is er nou weer? Goedendag meneer, politie. Ja, ik ben even mijn geluidssysteem aan het testen. Ik kan het nog niet halen. Ja, dat hoor ik. Maar dat is niet de bedoeling zo laat op de nacht, hè? Ja, dat bepaalt ook zelf, dit gewoon niet. Nee, het is wettelijk niemand toegestaan om na, wat was het? Na een bepaalde tijd geluid nog zo hard aan te hebben staan, hoor. Ja, nou en ik doe het toch. Ik heb schijt aan hierin. Goed meneer, we zijn... Ja, we zijn al vaker hier geweest. U kent mij denk ik nog van vorige week, het was precies hetzelfde verhaal, dus ik ga niet weer in discussie met u. Ja, ik ken u wel daar, ja, met dat gezichtje. Ja. Ja, dat dacht ik. Nou meneer, u gaat in ieder geval bekeuring krijgen. En u weet het, de volgende keer als we moeten komen deze nacht, dan is het in beslagname. Ach, schijt toch uit. Nee meneer, het is... Anders lekker op de bekeuring zetten, zwervers ofzo, die geen huis kunnen betalen. Ja meneer, ik denk dat het een vrij duidelijk verhaal is. We zijn er nu al zo vaak geweest. Dus ik wil graag even een ID van u. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Goed, ik zet hem even in het systeem. Maar ik blijf wel staan. U wil even snel in de auto hoor. Ja. Niet handig hè, zo laat. Moet je draaien. Ach, heb ik jou wat gevraagd? Nee, maar ik vraag ook gewoon normaal. Ik wil gewoon een gesprek te starten hier. Ik kan het niet beantwoorden. Dat is uw eigen weg. Nou, ik heb ze gegevens, dat zullen we anders zo even op het bureau uitschrijven. Ja, dat tikken we er wel in. Goed meneer. Goed idee terug. Boetebedrag, dat weet u denk ik nog wel van vorige week, hoef ik niet meer te zeggen. Ja, ja. Goed, zet het zachter en laat ons vannacht niet meer komen. Ja, oké. Okay. Ja? Goed zo. Fijne avond verder. Nou, dat is lekker simpel. Ik denk dat we hier nog wel terug gaan komen. Ik twijfel aan. Nou, rij maar even naar het bureau, want Ja? Gaan we deze erin zetten gelijk? Ja, ik denk dat het over de rest van de nacht nog wel wat rustiger blijft, hoor. Ja, is goed. Zo. Zo, zijn we er weer. Ja. Pak gelijk de koffie, hè? Ik zal even uitwerken. Je hoeft niet veel te typen, hoor. Ik denk dat het algemeen bekend is bij de collega's. Ja, twee tellen. Daan staat binnen. Oh god, staat ons op te wachten. Waarschijnlijk wel fout gedaan. Ik hoop het niet. Hey! Hoi. Hallo heren, of jullie even terug kunnen rijden, die persoon is weer bezig. Oh, echt? Nee. Alweer? Zijn we net vandaan gekomen? Ja, ik kreeg net een belletje, joh. Ah, ja, nou. Normaal, die gozer, nou, dat wordt gelijk innemen. Ik pak wel even het koffertje. Ja, is goed. Dan, adres, dat weet je wel, hoeven we niet meer in te toetsen. Nee, daarom. En is het echt net gemeld? Niet de vorige melding nog? Ja, ja, 2 minuten geleden. Ja, maar, toen waren we... Ja, ja, okay. Ik kreeg te horen dat jullie net weg waren en dat hij dan weer begon. Jongen, hij leert het ook nooit. Ik heb hem vorige week ook al bekeurd, ook al in name. Nou. Goed, dan gaan we terug. In beslagname. Ja. Hij was net al niet blij. Hij was net al niet blij, dus hij zal nu veel blijer worden nu. Ah, je hebt het koffertje. Goed zo. Nou jongens, succes hè. Dankjewel. Yo. Nou, dat koffertje, dat kent hij inmiddels ook wel. Nou, die gaat hij haten, dat durf ik echt te wedden. Ik denk als we het koffertje, als we voor de deur staan met het koffertje, tot hij al genoeg weet. Ik ben voor jou, nou trouwens. Ik leg hem al even tussen ons in, ja. Ja, is goed, joh. Toch een klein ding. Nou, dan moet ik weer terugrijden. Nou, zo op de route. Okay. Kunnen we? Yes, ik wil. En gelijk heb je hier naar de paar. Nou, weer een pokken en terug. Dat is ook alleen maar geldverspilling, bekeuring en steeds nieuwe materiaal kopen. En soms, je hebt van dat soort mensen die willen gewoon nooit leren. Ja. En dan zegt hij dat wij hem pesten, maar ja, hij pest ons ook een beetje zo. En zichzelf. Ja, inderdaad. Eens een moment van rust. Nou. Nou, beter geen rust. En dan gewoon lekker aan het werk. In plaats van dat we de hele dag op kantoor zitten. Ja, oh? Daarom. Voor de rest is het rustig, hè? Ja, het is tot nu toe heb ik maar één keer in de Noël gehoord, een sirene. Hey joh, wat doe deze gek? Oh, een gekje. Ja, een gozer.
Nou, dat zal wel volgende zijn geweest. Laat het maar. We hebben nu wel een eventje anders te doen. Ja. Dat is met de baas boos. Nou, daar zijn we weer. Zo, het staat nu nog aan. Ja, nog een extra auto erbij. Een feestje. Ik ga wel even op zoek nemen. Ja. Nou. Lamp aan. Ik zal wel weer het woord doen. Ja. Normaal laat hij ons wel naar binnen hoor, dat zal het probleem niet zijn. Nee, daarom. Nou zijn jullie weer. Ja, daar zijn we weer. Heeft het niet geleerd blijkbaar, hè? Jo, ja, hij moet ook harder kennen, hè. Hij moet even testen, je weet het zelf. Ja, goed, dat is absoluut niet de afspraak, hebben we net al gezegd. Hij heeft net een bekeuring gekregen en is bij deze in beslag genomen. God toch op, joh. Mogen we binnenkomen? Meneer? Ja, maar. Nou, dan even nog een keer aan. Ja, u riep mij? Ja, ik riep u. U gaat weer naar binnen. Ja, dan mag het ook. Ja, dat mag. Ja, als wij even mee kunnen komen, dan kunnen we de apparatuur in beslag nemen. Welke apparatuur? Ja, geluid. Hoorde je het niet? De muziek? Ja, de speakers. Zeker, is toch mooi? Ja. Ja, je speakers nemen in beslag. Even. Ja, de hele apparatuur waar de muziek ook vandaan komt. Dus ja. Het koffertje waar mijn collega vast heeft, mogen we binnenkomen? Ja, vooruit dan maar. Ja. Goed. Waar staat... Hier in de woonkamer. Ja, oh. Ja, daar staat weer voor daar op dezelfde plekje. Meneer, kom even mee naar de keuken. Heeft een feestje, zie ik, in de tuin. Ja, zie je. Goed, meneer. Oké, nou meneer, u snapt dat dit absoluut niet de gang van zaken is? Nee, natuurlijk niet. Nou. Ja, muziek is muziek. Maar wat gaan, wat gaan we dan nou aan doen samen? Want dit gaat zo niet... We kunnen niet elke week terug blijven komen. Ik ga gewoon weer een nieuw halen, ik heb geld zat. Ja, meneer, dan snap je ook dat we... Over een week weer terugstaan of volgende nacht? Ja, dat denk ik toch van niet hoor. Ja, dat weet ik wel zeker. Niet oproepen. Nou, ik heb de speakers in beslag genomen. Ik laat de stereo set staan zodat u nog steeds wel even naar de radio kan luisteren, zoals nu. Ja. Nou ja, u kunt hier altijd tegen beroep gaan. Maar de speakers zullen momenteel mee naar bureau worden genomen. Ergens dat u gewoon te veel overlast levert. De bekeuring, die had u toen straks al ontvangen, daar achterop staat hoe u hem zwaar kunt gaan. Ja, ja? Dat ga ik zeker doen hoor. Trouwens, u krijgt hier bovenop nog een bekeuring, wegens dat wij weer opgeroepen moeten worden, dus in herhaling vallen. Ja, dat is ook weer wat te doen. Ja. Dus je krijgt er nog eentje bovenop van 90 euro. Ik bel toch geen 112 voor niets? Nee, u niet. Maar nee, we komen wel voor u steeds voor dezelfde melding. Het is nu al de zoveelste keer, staat zo vaak in het systeem al. We hoeven dat rest maar te horen en we weten waar we heen moeten. Ja. Ja. Goed meneer, ik ga hierbij het gesprek beëindigen. Ik wens u alsnog een hele fijne nacht. En laten we ons niet meer zien. Ja, dat zal wel. Goed zo. Ja. Fijne dag verder. Nou, en zo is het al ochtend. Heb je hele dienst aan zo iemand... besteed. Ja, goed zo. Oh, ik zet hem er tussen nog in. En dan zo'n JBL setup had hij. Nou, volgende week heeft hij precies dezelfde nog. Ja, ja. Ja, zeker weten. Ik denk dat we maar een aparte kast voor hem moeten gaan maken. Gewoon puur met zijn naam erop. Ja, precies. Ja.